What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're going to be jumping into The Dust Go to A's, episode 12, part 2. Appreciate each and every one of you for being here. Once again, this was coming at us from Mikhail, always keeping us on the Dust history grind. Very, very proud history man right there. Let's jump into it. Let's check it out together. Let's roll. Hallo. Ik ben het. Goedemiddag. Ik ben Nico Brink. Hans Goedkoop. Goedemiddag. Ja, aangenaam. En dit is? Dit is het clubhuis van de duikclub van Terschelling. Duikteam Ecuador. Dit is, hier houden wij onze vergaderingen. Vergaderingen? Ja. That's a hell of a meeting right there. Yes. We hebben er net één gehad. Ik ben net even de restanten aan het verwijderen. En dat gaat dan over? Over duiken natuurlijk. Die kanonnen komen ook van zee. Ja, zeker. Kanons, ja. Moet je zeggen, hè? Nee, kanonnen, hè. Kanons, dat is dialect, hè, uit Den Helder, van de marine. Dat heb ik net geleerd, ja. Ja, dat is fout. Michiel de Ruiter had nog nooit van kanons gehoord, hoor. Die had altijd over kanonnen. Of over stukken, of over geschut. Maar we hebben nog veel oudere, hè. We hebben hier nog echt uit het begin van de Gouden Eeuw buiten nog kanonnen staan. Die komen van Nederlandse oorlogsschepen af. Holy shit. Voor mij zijn ze allemaal hetzelfde. They've got cannons everywhere. Oh my goodness. Let me readjust because... Let's do it. Cannons all over the damn place, this place. Wat is hier 17e eeuws? Ja, wat is hier 17e eeuws? Wat is hier niet 17e eeuws? Dit is allemaal? Allemaal. Behalve dan natuurlijk het moderne stuk wat hier op die paal staat. Ja, dat is net de Eerste Wereldoorlog. Dat snap ik ook nog. Maar deze, dit is bijvoorbeeld de kanon uit Amsterdam, uit 1620. Dit zijn 18 ponders van een Amsterdams oorlogsschip wat hier vergaan is. Waar? Rond 1630. Hier aan de noordkust van Terschelling. Hij ligt in de ondieptes. Ja, dit is het symbool van de Hollandse tuin. Hier zie je een soort, het ziet een beetje wazig, maar dit is een hekwerk. Hè? En de Hollandse tuin, dat is een vergelijking met de tuin van Eden, hè? Het paradijs op aarde. En zo beschouwden de Hollanders zichzelf in de Gouden Eeuw. En dan hierboven staat er nog eens een keer, de halsband. Je mocht eens vergissen. Ja, kijk, dit is een hele trofeeënband. Je ziet hier een schild met een Nederlandse leeuw erin. En allemaal speren en zo, met vaandels. En jij weet dat is allemaal? Ja. Rond 1990 hebben wij ons eerste grote houten wrak hier gevonden bij Terschelling. En daar kwamen allemaal kanonnen uit. Maar niemand wist er wat van. Ik kon ze nergens vinden in de literatuur. Ja, dan ga je toch uitzoeken. Ja, dat is helemaal uit de hand gelopen. Want nu vragen ze, komen ze van de hele wereld, komen ze bij mij te vragen inlichtingen over geschut. Als er Nederlandse kanonnen worden over de hele wereld in scheepswrakken gevonden. Want we zijn overal geweest. Dus ja, die mensen die, als ze vermoeden dat het een Nederlands schip is, dan krijg ik het weer op mijn e-mail van wat is dit? Je bent Nico Kanon geworden. Nico Kanon. He is the cannon man. IJzeren kogels allemaal. Gietijzeren kogels. Dat gaat dwars door een meter eikenhout heen. En er zijn verhalen van dat hij over het dek vloog en dat hij er aan de andere kant weer uitging. Dwars door het schip heen. Het was één groot bloedbad op die schepen. Die hele dekken die waren rood van bloed. You would not want one of those things hurling at you. Like legitimately, I don't care who you are, you're gonna be some kind of nervous. That's too crazy close. Volgt de wet. Nu gaat de aanzetter erin. Dan zal ik even zorgen dat hij goed achter tegen de stootbodem aankomt. Dan werd er een kanonskogel ingerold. En die moest ook weer vastgezet worden. Want ja, als het schip op de andere zijkant, dan rolden die kogels over de zee in. Dat moest ruim passen. Dus dat deden ze ook weer een dikke touwprop deden ze ervoor. Van oud touw, dat heb ik niet. Ik gebruik daar maar gewoon duinglas gebruik ik daarvoor. Ik heb ook nog wel eens andere projectielen verschoten hier als dat handig was. Dooie eenden en aalscholven. What? Did you see the look on his face too? Wait, what? Yeah. Als dat handig was. Dooie eenden en aalscholvers en allerlei andere flauwekul. Dat schiet je niet op, die verschiet je. Die deed ik gewoon in de kanonloop. Die schoot ik dan weer terug naar hun vriendjes. Daar heb je het zwarte kruid.
Dit is hetzelfde spul wat ze in de 17e eeuw gebruikten, ja, Ruwweg. Ja, precies hetzelfde, ja. Korreltjes, buskruid. Nou, het begint goed te stinken als je het aansteekt. Ik zal eens kijken. Domme rommel. Maak er gewoon even een klein spoortje. Zo. En gewoon even zo. Doe je dit toch al 20 jaar? Hey. Kan ik wel even gebruiken. Ik heb hier wel van deze dingen. Dat is veel leuker. Dit is buskruid, dit is ook uit, de eerste, buskruid. Ja. Uit de Eerste Wereldoorlog. Dit komt uit, uit die moderne kanonnen allemaal. Zo brandt buskruid als je het niet aan. Niet ergens in doet. Niet ergens. Verdomme. Zo snel. Zo. Nou, zo was dat dus. Alleen dit was natuurlijk nog maar mager bij de yeah, realiteit. Yeah, that cannon would have rocked back. Hoeveel buskruid zat er nou in? Ik had nu een lading gemaakt nog van geen half pond. En normaal ging er dus 4,5 pond in. Oh. Bijna 10 keer zoveel. Bijna 10 keer zoveel. Eigenlijk ben je nu het schip al beetje bij beetje aan het vervangen. Die donkere plekken, dat is goed. Probeer me voor te stellen. Hè, laten we even doen alsof het een oorlogsschip is. De ruiter stond hier dan ongeveer. Op een campagne. Op een campagne. En we gaan een zeeslag tegemoet. Maar zo'n vloot, dat waren soms tientallen schepen. Honderden schepen. Honderden. Dat wou je ook niet meemaken, hoor. Als een kogel, zo'n 8 ponder of een 24 ponder liefst, tegen de scheepshuid kwam, dan gaf dat een klap. Maar aan de binnenkant schoten daar splinters af. Meterslange, scherpe splinters. En als je die my kreeg, god, was absoluut verloren. See, what do I keep saying about old time naval warfare? Not something you want to be involved in. You got shish kebab by the biggest splinter of your life. No. Door een arm heen kreeg. Er werd even moeite gedaan om die arm te redden. Die ging eraf. Infecties. Dus het moet een gruwelijke tafereel geweest zijn. Ik bedoel, de oorlog is nooit leuk, maar dit was echt overal. Die zeeoorlogen, dat moet echt de hel op aarde. Yeah, no. Je bent over de darmen van je real war is hell, but that's some war I don't even want to participate in. Not a chance. En zo'n ruiter moest dus ook nog een beetje de sfeer goed houden. Yeah. That guy, the ruiter, he did the whole damn thing all the time. Like, the man was a cannonball. He's crazy as hell. Ja, tussen al die mensen die liever ergens anders waren. Maar dat moet wel een stevige discipline geëerst hebben. Er zijn maar twee admiraals in de Nederlandse geschiedenis geweest die bestevaar zijn genoemd door hun eigen bemanningen. Ja. Bestevaar, goede vader. Ja. En dat is onder andere Heiders geweest die eigenlijk zo'n eretitel kreeg van zijn eigen bemanning. En Tromp. Ja. Ja. De enige twee admiraals die ooit door hun eigen bemanning die eretitel hebben ontvangen. Ter gelegenheid van de Ruiterherdenking werd in Vlissingen een historisch spel opgevoerd waarin de kruiser de zeven provinciën de rol van het gelijknamige 17e eeuwse admiraalschip vervulde. De grootscheepse hulde die Vlissingen destijds aan de ruiter en de zijnen bracht, typeerde de gemoedsgesteldheid van het volk van de Republiek, dat zijn zelfvertrouwen terugkreeg door de overwinning. De ruitersvloot had de smadelijke nederlaag van de Eerste Engelse Zeeoorlog gewroken. Het was ook een overwinning voor Johan de Witt, die onze vloot krachtig had doen versterken en die de ruiter tot opperbevelhebber had laten benoemen. Uit al het eerbetoon dat aan Michiel de Ruiter bewezen werd in zijn vaderstad Vlissingen kon worden opgemaakt dat hij na de vierdaagse zeeslag niet alleen door de zeven, maar door heel ons land beschouwd werd als de grootste zeeheld. In een prachtige historische stoet trok het gezelschap de stad in. Op deze tocht zag de admiraal nog een oude kennis uit de 20e eeuw. Johan de Witt kwam tijdens die oorlog tot een verwarrende slotsom. Hij wilde een betrouwbaar en kreukvrij leiderschap waarin helemaal geen plaats was voor helden. Het gewone volk snakte naar een held. Nee, ik moet zeggen, de Witt heeft van de Ruiter inderdaad die held kunnen maken. Je kunt het wel een beetje vergelijken met sporthelden. Ik bedoel, mensen waren zo bezig met zeevaart. Iedereen wist wel iets van zee. En omdat iedereen wel iets wist van scheepvaart en elke dag dat hij er verstand van had, had iedereen ook het gevoel dat hij kon beoordelen hoe briljant de ruiter was. Ja, ja, en je kon met hem meeleven. Hij was van ons. He, dus als de ruiter dan een overwinning vierde, ja, dan konden mensen het idee hebben van dat ze
dat ze daar deel aan hadden. Het was niet zomaar een geïmporteerde held. Hij was niet van hoge adel. Hij was van ons. De Ruiter was echt een held op het juiste moment. Maar het hoogtepunt van de Ruitersheldendom moest nog komen. Ironisch genoeg naar aanleiding van een dieptepunt in de Nederlandse zeegeschiedenis. We zijn het als land vergeten, maar op Terschelling weten ze het nog precies. 1666. Daar is de Noordzee en daar lag de Engelse vloot. Hier was de reden van Terschelling. Daar lagen de schepen allemaal te wachten tot de wind gunstig was, tot ze uit konden varen. Soms lagen ze weken voor anker. En als dan één keer de wind gunstig was, dan voeren ze allemaal achter elkaar het zeegat uit. En dan waren ze weg. Maar ja, ze werden net tijdens dat ankeren betrapt door de Engelsen. Dus die vijand die heeft hier toen zo'n 150 koopvaardijschepen. 150 ships. Die hebben dat hele one dag. Ship is huge. I've been on a wooden ship or two in my life. One ship is huge. So 150 is unfathomable. Geplunderd. Dit hele dorp dat is compleet van de aardbodem geveegd, zowat. En een onbewapende bevolking hebben ze aangevallen. In Nederland ging er een golf van protest door het land. Door zo'n laffe daad van de Engelsen. En een jaar later zijn ze dus verhaal gaan halen in Chatham. Dat was de grote reis van Michiel de Ruiter. Naar Chatham. En nu, 300 jaar later, gaat opnieuw een oorlogsbodem richting Engeland. Vol VIP's en journalisten om de buit van Chatham uit te lenen aan een Brits museum. Nou, spektakel, hè? Nou, ik vraag me af wat Michiel de Ruiter, die ongetwijfeld in de hemel is, hiervan gevonden heeft. En ik had hem graag eens even willen spreken. Want hij heeft natuurlijk niet die tocht naar Chatham voor niks gedaan. En dan gaan wij de buit, de ere van God zal weten wat, even terugbrengen. Uitlenen. We moeten nog zien dat we die spiegel terugkrijgen. Het geheel! Hey. Brengt ere goed. De Ruiter heeft dat ding meegeroofd voor de Republiek. Ja. En een Oranje gaat het nu weer terugbrengen. Mooie rotzooi. Tambour, parade, mars. Nou, heren, naar u. We've been on the ship. Toen wij nog aan de kade stonden, stond er ook Henk Hofland en die zei... I tell you, this man legitimately gets to talk to everybody. Has access to everything. And that makes this a whole lot more fun every single time that we watch it. Very interesting. Dat ding veroverd. It's like nothing was spared. En dan gaat hij Oranje het weer terugbrengen. Toen vroeg hij zich af, wat zou Michiel de Ruiter ervan vinden? Nou, ik heb me afgevraagd wat Michiel de Ruiter ervan vond dat ik getrouwd ben bovenop zijn graf. En als oud-marineman heb ik natuurlijk mijn hele leven lang al een band met Michiel de Ruiter. Dus ik weet zeker dat Michiel de Ruiter dit ook een prachtig moment vindt. Die gaat u dat helemaal vergeven? Absoluut.
Good afternoon. Good to see you. Yeah, welcome to Upno. Welcome to Chatham. This is where it happened. Okay, the basic geography. The sea is 12 miles or so down there, and the Dutch came up the river over a period of time, two or three days, navigating their way up. Quite an enormous feat of seamanship, because the river does wind and bend and has plenty of shoals and things, until they got to the point where the fleet was. And they got as far as here. This is the defence of the dockyard at the time. There was a chain that ran across the river, very large links held on board, held across small boats that were moored in the river, that was designed to protect the fleet. But the Dutch fleet sailed through, they broke the chain, and then they came up against a barricade of larger ships that had been hastily pushed and sunk across the Medway to stop them coming up further. They weren't content with just taking the Royal Charles and stealing and sinking and burning some of the ships that were here. They wanted to get further down because the real damage to the whole British war effort could have been done if they'd managed to get in and destroy the dockyard facilities. So although the Dutch fleet got as far as Upno Castle and they did break the chain, fairly shortly after that, the decision was taken to withdraw and the Dutch fleet sailed off back down the Medway, taking with it the Royal Charles, the flagship of the English fleet, as its prize. A pretty significant loss at the time. A huge, huge loss. Course, as a nation, you don't ever want somebody to steal your flying ship. This is where it all happened. It's strange to think of it in such a tranquil location today. What a difference it would have been like in June 1667, where it most definitely wasn't the part of the kingdom to be. Made a huge impression on the English at the time. And nowadays? Nowadays, it's lost to memory, I'm afraid. Really? Well, as always in these things, to our Dutch friends, it's the Battle of Chatham. It's the high points of the Dutch Golden Age. In Britain, it's always been called the Medway Raid. Slightly different connotation. It's a very, very big connotation difference. Yes, downplay the significance a little bit. It's the lessons of history. People remember the victories and they tend to try and forget the defeats. De terugkeer van de spiegel van de Royal Charles op Engelse bodem wordt gevierd met ceremonieel van de traditionele. It's amazing how much respect is held for a piece of history, for a piece of art, for a piece of what's now art. It sits in a museum. For a piece of just something from back then, all of this, this whole ceremony, this whole everything taking place, like, that's like super respectful. I didn't realize that there was such a transfer involved in anything, like in any piece of a museum. I thought it was just like one museum contact another museum says, yeah, here, we'll borrow it for a while. This is some wholeheartedly different. This is like handing over a huge, huge, huge victory, handing it back for someone else to borrow it for a while. Gives you chills. De terugkeer van de spiegel van de Royal Charles op Engelse bodem wordt gevierd met ceremonieel van de traditionele soort. Ceremonieel dat tegenwoordig, eerlijk gezegd, een beetje op de lachspieren werkt. Kunnen we het nog wel? Dit soort heldendom vereren. Zeeheld de Ruiter kwam van laag, steeg hoog, bleef toch gewoon. Een beeld dat tot in onze tijd het type is van de Hollandse held. Inmiddels zoeken we dat type meer in voetballers, Olympische kampioenen, overleden volkszangers. Dat zijn nu onze helden. Geven ook zij een gezicht aan een land op zoek naar zichzelf? Bij de begrafenis van Michiel de Ruiter liep heel Amsterdam uit. Een stoet van 4 kilometer volgde de kist naar de Nieuwe Kerk. Wauw.
Hoe is de ruiter aan zijn einde gekomen? Nou ja, hij werd naar de Middellandse Zee gestuurd op een hopeloze missie. Te weinig schepen, schepen die heel slecht waren onderhouden. Duizenden kanonskogels zijn langs hem heen gegaan en ja, hij liep tegen zijn laatste kogel aan, zou je kunnen zeggen. Maar je zegt, hij zag het aankomen. Ja. En hij heeft het toch laten gebeuren. Hij werd geregeerd door die enorme reputatie van hem. En hij kon niet zomaar afstand doen van die reputatie. Er was een soort programma wat bij zijn krijgsroem hoorde. Hij kon niet ineens zomaar als een kruidenier voorzichtig zeggen van nou, als ik de risico's een beetje tegen me afweeg, dan doe ik maar beter een stap terug. Vindt mijn vrouw ook wel zo fijn. En dat kan eventjes niet voor zo'n krijgsman. Dus het is zijn rolmodel om door te gaan tot het bittere einde? Ja, dat denk ik wel. En je krijgt alleen maar een praalgraf van de staat als je in het harnas was gestorven. En dit graf hier is, ja, zonder meer het allergrootste in de hele genre. Het grootste van alle zeehelden? Het grootste graf van alle zeehelden. En het is daarmee... Such a beautiful, beautiful resting place. Zeggen, de afsluiting van een tijdperk. Want hierna is de staat opgehouden dit soort graven verder te bekostigen. Alsof ze eigenlijk wisten dat de voorraad zeehelden was opgeraakt. That's en crazy. Ook alsof ze wisten dat de Nederlandse hegemonie op zee ten einde was gekomen. Dus dit is tegelijkertijd een monument voor een zeeheld, maar het is ook een monument voor een tijdperk waarin Nederland eigenlijk ongelimiteerde mogelijkheden op zee had. De ruiter staat voor iets uit de Nederlandse geschiedenis waar we trots op kunnen zijn. De periode dat wij wonnen. De periode dat we wereldkampioen waren. Ja. On a cannon too. Wow. That's awesome. Very, very beautiful. 70. Crisis. Een invasie. Het land bijna bankroet. Een ongehoorde lynchpartij. De lichamen worden dan opengesneden. Ze worden leeggehaald. Ze worden geslacht. Maar we have seen that one. I'm er is ook een held. And he himself is supposed to have been dressed in full silver armor from head to foot. So he was making a really dramatic entrance. We have seen that one indeed. It has been an incredible journey on the Dutch Golden Age. Legitimately learned so much about so many different things in such a short amount of time. But never has there been a documentary like this about history that I've been as involved in, that I've been as interested in. I know that sounds crazy, but I'm from America. Our history literally only goes back so far. And then this Native American history before that. I don't know anything about that for sure. And I know that we can go back to that, but I know that there are places in the world that go back way farther. Ancient times, like ancient people, ancient, like just massive, massive histories out there that are worth exploring, that are worth diving into, because a lot of times we found that my history connects with yours. If you guys enjoyed it, go show Doko Doko some love, go show Paul H some love on his channel. Hit the like button if you liked it, the dislike button if you disliked it. Check out the other video up there, one of these guys up here. Until the next one, how the combustible, you guys be happy, healthy, safe, love you to the moon and back. Peace.